Hogere productie met minder koeien. Topdrukte bij mobiele appelpers. En struisvogelhouder hoopt op nieuwe hype. Afgelopen jaar laat een duidelijk hogere gemiddelde melkproductie en een beter economisch jaarresultaat per melkkoe zien. Ook wordt de trend in betere vruchtbaarheid doorgezet. Wel nam het aantal koeien af. Dat blijkt uit de jaarstatistieken van CRV over het afgelopen boekjaar. De gemiddelde productiestijging houdt verband met Nederlandse veehouders die voor het tweede jaar op rij veel melkkoeien afvoeren. In 2017 was dit in verband met het fosfaatreductieplan. In 2018 in verband met het fosfaatrechtenstelsel. De grote appeloogst van dit jaar zorgt voor een overvolle agenda voor Tony Fish. Met zijn mobiele sappers reist hij vooral door Oost-Nederland om op locatie de rijpe appels en peren te verwerken tot vers vruchtensap. Die appels worden over de band gewassen, gemalen en de pulp wordt uitgepest en sap wordt gepasteuriseerd naar 80 graden. Een drek in een bag-in-box, 2 jaar houdbaar, na het aanbreken nog 2 maanden. De blokpers die het team van Tony Fish gebruikt is uniek in Nederland. Een blokpers die werkt met filterdoek. Dat is een manier waar je het meeste sap mee krijgt. Je krijgt meer sap als van een bandpers. En je haalt er meer smaakstof uit. Op een persdag komen boeren en burgers volgens een strak schema hun fruit aanleveren. Om een uurtje later weer met de volle pakken naar huis te gaan. Deze perslocatie in het Gelderse Nijbroek heeft een vrij jonge maar bijzondere boomgaard. Het zijn rassen die toch bij elkaar, qua bevruchting ook bij elkaar, passen. En dat heb je nodig om fruit te krijgen. En, ja, en juist die menging van al die verschillende soorten appels en peren, ja, dat geeft voor ons gevoel een heel specifieke smaak. Tony Fish verwacht dat hij in dit oogseizoen wel 150.000 liter sap verwerkt. Vandaag zitten we ongeveer aan 6,5 ton, zit je ruim 5.000 liter. En na het persen van 5000 liter vruchtensap wordt de dag vanzelfsprekend afgesloten met... een biertje. Bijna alle melkveehouders zien het wel zitten om voederbieten te voeren. De teelt en de derogatie maken het echter lastig. Dat zegt Agriuniek Rijnvallei. De veevoercoöperatie hield afgelopen week een demonstratie bij loonbedrijf Van der Woerd in Zoelen. De grootste uitdaging is het akkerbouwmatig ruwvoer telen. Dat is dat de bieten dat je 4 onkruidbestrijdingen hebt. Het zijn allemaal lichte bestrijdingen. En je hebt het rooien van de bieten en het schoonmaken van de bieten en het inkuilen van de bieten. Dat zijn echt de hoofdpunten van de bietenteelt die het lastig maken voor de veehouder. Veel veehouders die alsnog voor bieten kiezen, laten de werkzaamheden dan ook uitvoeren door een loonwerker die er ervaring mee heeft. We laten de mensen zien het vervoederen van de bieten, hoe ze dat in werking gaat. Hoe de bieten verwerkt worden in de kuil. Welke insecten er in bietenpercelen leven, welke er in maïspercelen leven. De verschillende rassenbeschrijvingen. En we hebben een profielkuil waar je de verschillende bodemstructuren kan zien van de grond hier. Fruitteler Arie Brouwer uit Benschop had begin dit seizoen een groot probleem. De huisvesting van zijn arbeidsmigranten. Het uitzendbureau kon voldoende personeel regelen, maar niet de huisvesting. Daarom regelde hij slaapplekken die normaal op festivals staan. Het blijkt zijn redding te zijn geweest. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Leg het eens uit. Nou ja, als je natuurlijk 24 plukkers nodig hebt en kan ze wel leveren, maar geen huisvesting. Ja, dan kan je wel zeggen, ik start met 12, maar dat gaat hem niet worden natuurlijk. Dus die peren moeten wel tijd in de kist. Huisvesting van seizoensarbeiders is een grote uitdaging voor de fruittelers. Een hoop campings en vakantieparken, ja, die nemen die mensen niet meer. Gemeentes doen heel erg moeilijk voor een groter aantal seizoensarbeiders op vaste plekken. Dus dat wordt voor AB en voor andere uitzenderoos echt een groot probleem. En zodoende zijn we hier terechtgekomen. De slaapplaatsen hebben 5 weken bij Brouwer gestaan, tijdens het oogseizoen. Deze week werden ze weer ingeklapt en meegenomen. Sowieso gaan we hiermee verder. En dan wel misschien een overleg met de gemeente dat er een vaste opstelling komt voor 6. Ook voor de snoei, voor dunne. En dan voor de oosten deze losse units erbij. De medewerkers moesten wel even wennen. We zijn natuurlijk vakantieparken gewend. Maar na 2-3 dagen was het eigenlijk allemaal koekenij en ik heb ze niet meer gehoord. Dus dat beviel eigenlijk best goed. Ja, je moet wel rekening mee houden dat het wel iets meer werk vraagt. Je bent natuurlijk zelf een beetje campingbaas. Dat is in het begin even wennen, maar als het eenmaal loopt, dan komt het ook best goed. Dus ja, je moet een keer een gasfles vernieuwen en dan springen ze een keer een stop uit. Dus ja, dat gebeurt. En daar moet je wel even op inspelen.
Wim de Krij begon in 1993 een struisvogelboerderij in het Groningse Boerakker. In die hoogtijdagen waren er in ons land maar liefst 350 geregistreerde struisvogelhouders. En dat waren voornamelijk veehouders die graag een graantje wilden meepikken van de struisvogelhype. Iedereen dacht even heel snel rijk te worden, want de eerste struisvogels die waren 12.500 gulden in het gulden tijdperk per stuk. He, dus we moesten een hypotheek opnemen, want we hadden er 4 aangeschaft, hek moest eromheen. En ja, maar een ei was 300 gulden nog in die tijdperk en een kuipje 1200 gulden. Dus dat was money, dat was geld. De vogelgriep in 2003 was de genadeklap voor de Nederlandse struisvogel. Want alle boeren die toen nog struisvogels bij hun veehouderij hadden, daar haalden ze de melk niet meer op en zeiden ze van ja, je bent een pluimveehouder en dat kan niet. Dus toen werden ze acuut gedumpt en dat is eigenlijk de doodsteek in Nederland geweest voor de struisvogelhouderij. Momenteel lopen op het terrein in Boerakker zo'n 55 volwassen dieren. Dit is onze beste hen en deze hen die heeft eigenlijk een pootafwijking. We zouden hem slachten, maar dat hebben we toch niet gedaan door tijdgebrek. En na het tweede jaar begon hij te leggen en eigenlijk is het onze beste vogel geworden die we hebben. De eieren worden verzameld en geëxporteerd naar een broederij in België. Daarnaast is toerisme een belangrijke tak om de boerderij draaiende te houden. Wim de Krij hoopt nog steeds op een nieuwe struisvogelhype. Ik denk dat er iemand moet zijn die zegt van nou, ik zet een slachtlijn op en ik vermarkt dat. Want het is hartstikke gezond vlees. Er zit heel weinig vet zit erin. En het smaakt toch naar rundvlees. Nou, dat is super natuurlijk. Het weer wordt u aangeboden door agrowereadvies.nl.